Goed, mijn volgende kunstenaar is Ber Mengels. Je ziet hier een prachtig portret, gemaakt door Willem Schrover. We zagen eerder een mooie foto van Willem Schrover, gemaakt door Marianne Dommessen. Dit portret maakte Schrover in het jaar 1957. Ber Mengels, vooral bekend als schilder, graficus. In de jaren 70 is hij ook gaan beeldhouwen. Hij is geboren in 1921, hij sterft in 1995 en hij is geboren in Heerlen. Hij kwam uit een mijnwerkersgezin. Hij heeft het zich allemaal, heeft het allemaal moeten leren. Hij kreeg het niet van huis uit, het kunstenaarschap. Ook hij zelf heeft in de mijnen gewerkt. Aan de hand van tekencursussen, aan de hand van ook toevalligheden, is hij terechtgekomen in die kunstwereld. Hier zie je een mooie kop, ook van Ber Mengels. In dit geval gemaakt door de beeldhouwer Frits Stapel in het jaar 1973. Ber Mengels, ik heb hier een leuke foto van het gezinnetje. Hij trouwt met Pauline Braat en hier een schattig kindje. Maar hoe is het allemaal zo gekomen? Hoe is het zo allemaal gekomen met deze Ber Mengels of Hubertus Johannes Mengels? Heerlijk geboren, mijnwerkersgezin. En als ik kijk naar deze prachtige foto, dan lijkt het wel alsof hij zich bevindt in een mijn, ergens ondergronds. Het is een atelier. Een atelier in Den Haag, want daar is hij uiteindelijk terechtgekomen. Vol met kwasten, potten, Mokona potten en zo, met verf. Heel bijzonder. Ber Mengels. Ik zei al, in de jaren 70 zal hij gaan beeldhouwen. Maar eerst eventjes over dat gezin in Heerlen. Mijnbouw, zijn vader was mijnwerker. En als hij nog een klein jongetje is, er zijn drie broers, dan sterft zijn moeder. Zijn vader zal hertrouwen, maar het is echt zo'n vervelend naar gezin. Hij wordt geslagen, hij wordt in een kolenhok gestopt. Hij wil iets met vliegtuigbouw doen. De oorlog komt er tussenin. Maar in de oorlog, arbeidseinsatz. Hij moet onderduiken en hoe gaat dat in een mensenleven? Toevalligerwijs zal hij onderduiken in de Sittard 43 bij een kunstenaar. En daar krijgt hij zijn eerste tekenlessen. Het bevalt hem uitstekend en via allerlei omwegen komt hij dus uiteindelijk in Den Haag terecht, waar hij een baan kan krijgen bij een pottenbakkerij. Hier zie je een mooi werk van hem. Hij is wat misschien iets minder bekend dan andere Haagse kunstenaars die ik tot nu toe besproken heb. Dus heeft er misschien ook mee te maken dat hij niet lid was van allerlei Haagse groepen, zoals Verven of de Posthoorngroep. Hij heeft wel jarenlang lesgegeven aan de academie. Je ziet hier een mooi werk uit 1946, dus vlak na de oorlog. De kermis, je ziet die prachtige warme kleuren. Zoals veel kunstenaars na die oorlog, heel erg gericht op Parijs. Hier heb ik een werk dat hij maakte in 1953, Koninginnedag in de Schoolstraat. Een werk uit 1953, zoals ik al zei. En je ziet die mooie kleuren. Veel stadsgezichten heeft hij gemaakt, zoals ook hier bijvoorbeeld een industrieterrein in Leienburg in het jaar 1954. Hij had dus in de oorlog tekenlessen genomen, heeft hier en daar wat lessen genomen, onder andere ook aan de Vrije Academie. Toch heeft hij wel eens beweerd dat hij, eigenlijk ben ik autodidact. Klopt natuurlijk niet helemaal, maar hij heeft natuurlijk wel heel erg goed om zich heen gekeken.
Als kind had hij een grote interesse ook in in lezen. Hij las die hele bibliotheek leeg. Maar zoals dat dan ging in zijn gezin, zijn vader zei van al dat lezen, daar word je gek en blind van. Dus om nou te zeggen, dus bepaald geen cultureel gezin. Hij heeft het zich allemaal eigen moeten maken. De literatuur, de beeldende kunsten. Hier ook weer een prachtig werk, een echtpaar in een trein. Dit is plakkaatwerk. Verf, je ziet die prachtige kleuren, dat blauw en die figuren op die voorgrond. Typerend ook die stadsgezichten. Hier heb ik een stadsgezicht, Kalvermarkt, Hoek, Korte Houtstraat. Hij maakt het in 1953, kwam uit de collectie Knoester. Knoester, hè, was een kunsthandel, helemaal gespecialiseerd in die kunst van de nieuwe Haagse school. Je ziet die affiches hangen daar op de muren. Een affiche op de voorgrond waarop staat, als je heel goed kijkt, hè, damesbeurs. Het is overdag, je ziet hier de nieuwe kerk daar op de achtergrond. En het is wel bijzonder om dan te zien hoe die op diezelfde plek, hè, Kalvermarkt, Hoek, Korte Houtstraat, dit werk maakt. Want dit is dus 's avonds laat. Zelfde plek, 's avonds laat, als de prostituees daar wachten op hun klanten. He, die desolate sfeer. Ik ga nog heel even terug. Kijk eens even hier hoe bijzonder die sfeer die hij heeft weten weer te geven in deze werken. Olieverf is dit. Dit is een prachtig werk ook, De Kaartspelers van Ber Mengels. Het moet ergens begin jaren 50 zijn gemaakt. Misschien dat je een beetje denkt aan De Kaartspelers van Cézanne. Daar is hij natuurlijk zeker ook wel door geïnspireerd. Maar welke kunstenaar in die tijd, hè, jaren 50, was niet geïnspireerd door die Franse kunstenaars, hè, die Parijse school? Hier twee mooie werken van Ber Mengels. Je ziet daar boven, op het bovenste plaatje, een werk dat heet Woonwagens bij de Oude Dierentuin in Den Haag. Ik heb daar natuurlijk wel vaker aandacht aan besteed. Dierentuin, waar nu het provinciehuis is, hè, daar vlakbij het Malieveld, de woonwagens. En daaronder de marionettenspeler. Hij heeft figuratief gewerkt en op een moment zal hij ook abstract gaan werken. En zoals je weet is dat zo'n discussie. Hè? Zo'n discussie, onder andere in de Posthoorn. Hoe ver ben jij al, werd er vaak gevraagd aan de kunstenaars die daar een drankje kwamen drinken. Hoe ver ben jij al? En daar werd mee bedoeld, hoe ver ben jij al met het abstracte schilderen? Een heftige discussie. Toch merk je bij Ber Mengels dat hij uiteindelijk toch het liefst figuratief werkte. He, compositie met wit en rood heet dat werk. En het onderste werk heet compositie met geel en groen. 56, twee werken uit 56. Hij heeft verschillende exposities. Ja, zijn allereerste expositie in 1947 was in Sittard. Maar ook in Den Haag heeft hij vele exposities. Deze is uit 1967 en je ziet natuurlijk onmiddellijk, dat is een heel ander soort stijl. 1967, een portret van Sylvia. Je ziet die grote kleurvlakken, die prachtige ritmiek in die lijnen. Het doet iets wat denken aan de kunstenaar Matisse. Maar goed duidelijk dat hij koos uiteindelijk toch weer voor die figuratie. Ik zei net al, Ber Mengels zal in de jaren 70, vanaf de jaren 70 ook veel beeldhouwwerken maken. Nou, misschien herken je dat ene jongetje dat daar heel aandachtig naar zijn hand staat te kijken en iets daaruit pakt. Het is een prachtig beeldje dat aangekocht is, een bronzen beeldje dat aangekocht is door de gemeente Voorburg. Het heet ook jongetje, hè? En daarnaast nog een figuurtje. Heel bijzonder dat hij zich dus later ook is gaan oriënteren op de beeldhouwkunst. Een veelzijdig kunstenaar, deze Ber Mengels. Misschien nogmaals ietsje minder bekend en het feit dat hij
niet lid was van een kunstenaarsgroep, heeft daar ongetwijfeld iets mee te maken. De koorddanser, klein beeldje, 35,5 centimeter hoog, uit 78. Ook een heel bijzonder werk. Bear Mengels. Ja, ik had natuurlijk een lijstje met nogal wat kunstenaars. Dus ik ga alweer naar mijn volgende kunstenaar. En dat is Theo Bitter. Ook een typisch echte Haagse kunstenaar, geboren in 1916 in Den Haag. Hij sterft in 1994. Ook hij was zeer Frans georiënteerd en in tegenstelling tot Bear Mengels was hij dus wel lid van die kunstenaarsgroepen. Ik heb ook al wel eerder van die groepsfoto's laten zien. Onder andere gemaakt door Marianne Dommissen, waarop hij ook poseert. Hij was lid van Verve, hij was lid van Fugare, van de Posthoorngroep, Pulgri Studio. En ik heb hier, kijk eens, nog een keertje, Theo Bitter. Hij doorloopt de Haagse Academie. Hij krijgt dus les van onder andere Henk Meijer, van Arnold Smit en lid van de Kunstkring en van Pulgri. Nou, als je dit werk bekijkt, dat is wel duidelijk hoe hij zich laat inspireren. Door mensen als bijvoorbeeld Braque. Ik heb eerder natuurlijk verteld over Berzerik. Collega Berzerik, Herman Berzerik, die wel eens genoemd werd Berse Braque, weet je nog wel. Ja, dat is wel opvallend. Maar een heel aantrekkelijk werk. Net een beetje die kubische vormen, de figuratie. Het is een mooi tafereel. Dit lijkt er een beetje op. Jaren 50, hè? Stilleven met keukengerei. Kijk naar die mooie kleuren ook. En hier naar een werk uit 54, twee lantaarns. Bijzondere kleuren, bijzondere compositie. Het neigt natuurlijk naar de abstractie, maar hij zal zich toch voornamelijk met figuratieve kunst bezighouden. Dit werk heet Lezend Jongetje. Kijk even naar die knalrode achtergrond met dat blauwe, die felle kleuren. Het doet enigszins denken ook aan de werken van Jan Roede. Niet dat ze elkaar imiteren, maar het is natuurlijk logisch dat je wel een beetje laat inspireren door elkaar. Ook hij kreeg nog wel eens het verwijt, deze Theo Bitter, dat hij iets te weinig een vaste eigen stijl had. Nou, dat vond hij allemaal flauwekul. Hij vond het allemaal even bijzonder om te veranderen van stijl. En als je goed kijkt, zo zei Theo Bitter in een interview in het Pulgri-blad. Als je goed kijkt, dan zie je wel degelijk dat het een echte Theo Bitter is. Nou, ik zou zeggen, kijk zelf. Over ritmiek, wat een prachtig werk is dit bijvoorbeeld. Je ziet hier de academie, studenten die daar aan het werk zijn op een rijtje. De ritmiek van de schilderezels, de ritmiek van de witte kleding en de kleuren in de haren. Het is natuurlijk heel schematisch. Je zou het bijna geabstraheerd kunnen noemen. Mooi werk van Theo Bitter. En wel degelijk, toch ook heeft hij abstracte werken gemaakt. Zoals dit werk en hier een werk dat geabstraheerd, wat je geabstraheerd zou kunnen noemen. Hij maakt het in 69, het incident 69. Een fiets, een gevallen fiets, net aan de bovenkant twee beentjes, twee rode beentjes. En daar aan de andere kant een zittend figuurtje. Een mooi werk om eens even naar te kijken, om naar te blijven kijken. Want daar gaat het natuurlijk allemaal om in een cursus kunstgeschiedenis. En hier, je ziet ook toch wel enigszins zoekende figuratie, abstractie. Een mooie aquarel uit 65, anker en obstakel. Theo Bitter. En hier, kijk zowaar, nog een koffiepot, een stilleven, maar zeer meer geabstraheerd zoals we dat in vergelijking met het vorige werk. Als afsluiting eigenlijk wou ik
Alleen nog even over, of even, wou ik graag praten over twee bijzondere beeldhouwers. Het interessante van beeldhouwen is natuurlijk dat beeldhouwen aan één kant het toevoegen is, hè, met klei of was. Je voegt toe, hè, en dan wordt het werk afgegoten. Tegelijkertijd is beeldhouwen ook een weghalen, een uit steen, het houwen. Je ziet hier een mooie foto van Aart van den IJssel met zijn vrouw, Rut Salinger. En Aart van den IJssel is toch weer een aparte kunstenaar. Hij is eigenlijk een Voorburgse kunstenaar, van oorsprong trouwens een Hagenaar. Maar hij is de kunstenaar van het solderen, van het werken met plaat. Ik zal het je laten zien, maar ook... Ook hij is een beeldhouwer. Hij is geboren in het jaar 1922. Den Haag, ik zei het al. Hij stierf in 1983 in Voorburg. Hij is vooral bekend om zijn ruiters, zijn paarden, om zijn vliegen, om zijn insecten. Ik zal het je laten zien. Zijn vader was zeilmaker. Werd geboren in een arme buurt, een zeilmaker, had op het moment Nieuwe Haven, Den Haag, had op het moment geen werk meer, hè, vanwege stoomboten. En toen is hij dus in de havens gaan werken, het lossen en het laden in de havens. Kijk eens, hier nog een mooie foto van hem, een wat oudere Aart van den IJssel. Hij komt terecht op de academie en wordt lid van die kunstenaarsgroepen, Verve, Fugare, de Posthoorngroep. Hij gaat wonen na de Nieuwe Haven als kind op een zijstraatje van de Rijswijkse weg. Toevalligerwijs, nogmaals, zo gaat het, ja, kan het in het leven gaan. Is er een buurman, een amateurschilder, die het kleine jongetje meeneemt naar musea. Ja, en dat slaat aan. Dat slaat aan. Dus hij gaat naar de academie. En zo gebeurt het dat hij uiteindelijk in Voorburg terechtkomt. Hè, in Voorburg, in een mooi huis of huisje, ja, helemaal opgeknapt. Kijk, hier heb ik het. Hier heb ik het. Voorburg aan de Schoolstraat. De Schoolstraat nummer 1. Opgeknapt in de tuin, vol met beeldhouwwerken. Hij krijgt ook lessen van Rudy Rooijakkers. Die woont daar ook. En van Rudy Rooijakkers. Rudy Rooijakkers is getrouwd met Rut Salinger. Maar goed, hij neemt het over. Hier zie je een mooie foto uit de tuin. Uit de tuin van Aart van den IJssel. Het is een ready-made. Kijk maar eens even goed. Een ready-made uit 1955. Een mannetje opgebouwd uit een trechter, een vergiet, een pannendeksel. Het heeft iets heel experimenteels. Hè? Het heeft ook iets... Iets bijzonder grappigs natuurlijk. En dit is toch het soort van werk waar hij bekend mee geworden is. Hij soldeert. Hij gebruikt ook inderdaad bestaande objecten die hij aan elkaar last. Een mensen. Hier ook een karretje. Hier kijk eens eventjes een relief dat hij maakte in het jaar 1956. En hier een bekende bevrijdingsmonument waarvoor hij de opdracht kreeg in het jaar 1959. Het staat nu op het plantsoen in de Nassaulaan. Die vogels, die prachtige vogels, bevrijdingsmonument. Je ziet dat hekwerk en de vogel daarbovenaan die vrij is. Een prachtig monument. Maar toch wel vooral ook bekend, zeker in Voorburg, zijn die zonneruiters van hem. Hier zie je een zonneruiter uit 1963. Een ruiter, een paard, een soort aureool, een, een,
een zon, prachtig mooi. Dit is gelijmd hout, 40 centimeter hoog. En deze, hè, deze is natuurlijk heel bekend, deze zonneruiter die hij maakte. Een paard, symbool natuurlijk, hè, heeft de mens gediend. En het grappige is, het bijzondere is, hè, die paarden en dadelijk zijn vliegen, ik laat het ook zien, die zijn gepantserd, hè. Het gaat over bescherming ook en tegelijkertijd schitterend mooi die zon. Dit maakte hij in het jaar, 64, de boslocomotief, opgebouwd uit messingplaten. De wielen, messing 42 bij 75 centimeter en hier een werk. Twee werken, de boskoningin. Hij hield er niet van om het uitgebreid te polijsten, om beschermlagen aan te brengen. Hij vond het juist interessant om het metaal iets doorleefds te krijgen. Hij stopte het metaal, hij stopte zijn beelden nog wel eens onder de grond, zodat het allerlei typische kleuren kreeg. Of hij bewerkte het met zuren. He, dat zie je hier in deze werken ook. Misschien ben je wel eens langs het Dalton gelopen. Het Dalton in Voorburg. Want daar kom je deze bladerkop tegen. Hij heeft meerdere beelden gemaakt voor scholen. He, en hier zien we nog een mooie bladerruiter van messing. Hij behoorde ook. Deze Aart van de IJssel, naast die Haagse groepen, verven en fugaren, behoorde hij ook tot die Voorburgse groep, de Nieuwe Ploeg. Frits Becht, Wim Beeren, die we natuurlijk ook allemaal kennen als directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam later, die hier in Voorburg tentoonstellingen hebben georganiseerd, onder andere in Park Zonnenburg. Heel bijzonder en dat speelt zich allemaal af zo in de jaren 50, jaren 60. Hij behoorde daar ook toe, de Nieuwe Ploeg. Eens even kijken, samen met bijvoorbeeld ook natuurlijk Rudy Rooijakkers, maar ook bijvoorbeeld een Jan Snoek en een Marian Gobius. Bekend is hij ook geworden, Aart van de IJssel, om zijn fascinatie voor de insecten, voor vliegjes, voor springkranen. Hij vindt de vorm mooi, hij vindt dat doorzichtige. He, van die vleugeltjes is heel erg mooi. Tegelijkertijd ook die pantsers die beestjes kunnen hebben. Hij vindt het boeiend dat die piepkleine beestjes, ook die eendagsvliegen, dat ze zo gewelddadig kunnen zijn. Het eten en het gegeten worden. He, in Essenstein, in de wijk Essenstein, in een prachtig, he, in dat vijvertje staat ook een mooi beeld van hem, van die eendagsvliegen. Kijk maar eens goed, het lijkt abstract, maar als je goed kijkt zie je daar die vleugeltjes van die vliegen. Hier ook een mooi voorbeeld. Hier zie je ook zo'n springkraan. Aan de ene kant dat gepantserde van het lichaam, aan de andere kant ook het doorzichtige van die vleugeltjes. Aart van de IJssel. Bijzonder beeldhouwer. Als laatste kunstenaar, kunstenares, beeldhouwster wil ik graag iets vertellen over Jaroslava Dankova. Jaroslava Dankova is geboren in Sofia, Bulgarije. Aanvankelijk gaat ze chemie studeren in Praag. En in 1948 vlucht zij naar Nederland, naar Den Haag. Je ziet trouwens hier een mooie foto van Jaroslava Dankova, geboren in 1925, Bulgarije. Gemaakt door Marianne Dommisse. Zij ontwikkelt zich als beeldhouwster. Ja, en waar krijgt ze les? Nou, op de Vrije Academie. Op de Vrije Academie in Den Haag. Ze wordt lid van Pulgris Studio. En bijzonder, heel bijzonder zijn haar beeldhouwwerken waar de mens centraal staat. Ze krijgt les van Rudy Rooijakkers, ik noemde zijn naam al. En
die haar mensfiguurtjes hebben soms iets liefelijks, maar vaak zie je ook de dramatiek. Bijvoorbeeld hier in zo'n tafereel, soms zijn het hele kleine beeldjes. De moeite die een mens heeft om omhoog te komen, verbeeld in zo'n werk. Er zit een hoop humor ook wel in haar werk. Kijk eens even hier bij dit werk bijvoorbeeld, demonstranten met vlaggen uit 82 bronzen beelden. De eenheid, gesuggereerd door dat ene doek met die kopjes daarboven, de benen daaronder, de demonstranten met vlaggen. Of de aankomst, kijk, de aankomst. Nu in deze tijd dadelijk, 4, 5 mei, de aankomst. Wie zijn het? Ze zitten vast, ze kunnen niet verder. Het is dramatisch, als je beseft dat zij natuurlijk gevlucht is uit Tsjechoslowakije. Ze is natuurlijk het meest bekend geworden om het Indisch monument, dat in 1988 wordt onthuld, daarbij in de Scheveningse bosjes. Ik begrijp dat zij die opdracht kreeg, want het gaat heel erg over de mens, over de dramatiek, over macht, over gevangenschap. De weg omhoog, hier zie je dat ook zo bijzonder sterk weergegeven in dit beeld tussen 82 en 83. Het wachten moeten we in deze tijd van het corona ook natuurlijk. Het wachten, het zijn kleine beeldjes, vergis je niet, dat zie je natuurlijk niet zo gauw op een dia. Even kijken, deze 20, 37 bij 30 centimeter, kleine beeldjes. Uit 85, de wachtkamer. We wachten al zo lang. Kijk eens even. De eenheid, dus ze zijn bijna vastgeplakt aan die bank. Dat is ook wel een beetje dat humoristische wat ze erin kan verwerken. Of hier, de rechters uit 85. Of hier, de dragers uit 1990. Hoe komt ze op zo'n thema? De dragers, het lijken wel insecten. Het lijken wel insecten zoals van Aart van de IJssel. Hoe kom je op het idee om zo'n beeld te maken? Klein hoor, 20 bij 32 bij 32 centimeter. Ja, nou ja, dit was een krantenfoto. Ze had een krantenfoto gezien van een aantal goudzoekers in Brazilië. Goudzoekers met zakken op hun rug. Het lijken lieve heersbeestjes. Heel bijzonder. Mens, dier. Het zit erin. In de beelden van Jaroslava Dankova. Dit is ook een zeer bijzonder werk. Bewegende discussie heet het. Ze maakt het in het jaar 1981. 21 centimeter hoog. Een werk dat bestaat uit 20 marmeren blokjes waarop zij figuurtjes heeft gezet. Figuurtjes heeft gezet die bewegende discussie, die aan het discussiëren zijn. Kijk eens even naar zo'n hand, zo'n relatief grote hand. Kijk even naar de houding van die figuren. Als het goed gaat met de discussie, als er geluisterd wordt naar elkaar, dan zet je de figuurtjes een beetje naar elkaar toe. Maar in een leven gebeurt het vaak dat mensen niet naar elkaar luisteren. Nou, dan kan je ze omdraaien. Hoe bijzonder. Ook wel een beetje hoe grappig dit werk van Jaroslava Dankova. De processie uit het jaar 95 en hier een gesprek op hoog niveau. Een gesprek op hoog niveau. Hoe geestig is dit? Mensen, figuren, een gesprek. Op hele hoge, ja, wat zijn het, stoelen, ladders. En hier ook weer wachtende. Een bronzen beeld uit 1996. Wachtende mensen. Kijk eens even naar die gebogen hoofden. En ze zijn één geworden met hun stoel. Dat gebeurt er als je heel erg lang wacht. Het is een beeld dat is aangekocht door het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Ik hoop dat de mensen daar niet al te lang hoeven te wachten, zoals in het beeld
van Dankowa. Een lange reis. Een lange reis heet dit werk uit 1997. Je ziet natuurlijk ook de reis, het wiel, de uitvinding, het wiel. Het is natuurlijk nauw verbonden met de mensheid, de uitvinding van het wiel. We zagen het ook al in die mooie beelden van Aart van de IJssel. De lange reis van deze twee figuren. Soms doet het een beetje denken aan de beelden van een Giacometti. Ook die beelden van Giacometti hebben soms iets zeer dramatisch. Ik zie het ook in haar werk. Of een Abri uit 1998. Brons, ijzer en Abri. Hier twee figuurtjes op een bankje. Iets te dicht bij elkaar, zou ik zeggen, in deze tijd. In 1998. En hier een bijzonder familieportret. Het Indisch monument, daar wil ik vandaag mee eindigen. Het Indisch monument. Jaroslava Dankowa kreeg de opdracht om een oorlogsmonument te maken, te ontwerpen. Ter herinnering, ter nagedachtenis aan alle Nederlandse burgers en militairen die in de Tweede Wereldoorlog het slachtoffer zijn geworden van de Japanse bezetting van het voormalig Nederlands-Indië. Er was even wat discussie, zo heb ik begrepen. Moet zij, die uit Bulgarije komt, wel die opdracht krijgen? Tegelijkertijd snap ik het wel, want als je kijkt naar die beelden die ik heb laten zien, bij haar staat die mens centraal. Ook zij weet het, weet wat het was om te moeten vluchten voor het bewind. Het is een, vind ik zelf, prachtig monument geworden. De geest overwint, de mensfiguren, het hekwerk staat symbool natuurlijk voor gevangenschap. Tegelijkertijd staat het ook symbool voor de verbinding van die mensen. De uiteinden, links, rechts, dat zijn de mensen in vrijheid. In het midden een figuur op een baar die gestorven is. Daaromheen zie je rouwende figuren. Je kan het hier op dit plaatje beter zien. Je ziet een ouders, je ziet een kindje. Zeer indrukwekkend, hè? Zeer indrukwekkend heeft ze dit verbeeld. Hier aan de ene kant figuren en hier nog een detail met de tekst, de geest overwint. Er staan altijd bloemen, het ziet er altijd prachtig uit en ik wou eindigen met dit bijzondere monument. En dan volgende keer ga ik vertellen, dat is dan de 10e les, volgende keer ga ik vertellen over Herman Gordijn, over Aad Verhoog, Walter Nobbe en Pat Andrea. Ook weer hele bijzondere Haagse kunstenaars waar ik graag weer een verhaal over hou. Als Ron Sikking tenminste daar ook nog zin in heeft om dat te filmen. Ja, je knikt. Nou, dat is dan mooi. Dank je wel.